Okay. Hoe duur is een backpack? Voor mij duurder dan wat ik nu heb. Jezus, het regent vandaag nog steeds. Oké, ja, dank je. Dank je, Robin. Ik heb het alleen nu nog eventjes niet nodig. Ik ga het allemaal gewoon nu eventjes in één keer verkopen. Ik kom die spullen toch nog wel een keer tegen. Dus ik wil gewoon even die backpack. Ik moet wachten tot het 9 uur is natuurlijk, voordat dit hier open gaat. Oké, dan mogen we weten. Nou ja. Hier kom ik ook nog steeds niet binnen. Ik heb nog niet het avontuur daarachter gehoord. Niet in deze zeeval in ieder geval. Maar ik weet het al lang. Maar het gaat, de vader van het spel gaat geen grote rol spelen. Ik ga het waarschijnlijk wel, ga ik me er zelf van bezighouden en mezelf wat extra dingen daardoor geven. Want je krijgt wel wat extra spullen erdoor, maar het is ook niet dat het direct de belangrijkste rol krijgt die er is. Het is niet zozeer dat ik me daar echt op ga focussen. Zeer van, ik doe het wanneer het kan, that's all. Kijk hem al. Dit is wel een beetje thirsty. Fucking Shane. Nou, ga je weer in de yo-yo markt? Of yo-yo markt? Je gaat weer werken, hè? Hè, bitch. Hè? Je moet niet daar werken. Ga bij Pierre werken. Zo beter. Hoi, Pierre. Hoe duur ben jij? 2000. Mooi zo. En voor 10.000 kun je naar de volgende stage. En dat is dan tegelijk je eindstage ook met je backpack. Dit gaat nu dus in principe allemaal terug de chest in, want daar hoef ik hem nu niet meer te verkopen. Wat wij gaan doen is de mine in. Deze aflevering, het zal waarschijnlijk 2 dagen zijn, gaat helemaal in het teken staan van minen. Behalve natuurlijk op het moment dat ik de farmer even water moet geven. Maar we beginnen gewoon even met een lekker mijntochtje. Dat is ook wel belangrijk. En het liefste gaan we, zoals de journal zegt, in Explore the Mine naar level 5. En er zijn er iets van 120 of zo, heb ik gehoord. En je gaat dus eerst erin naar 5. En daarna krijg je een quest voor 40. Niet 100% zeker, though. En je hoort uiteindelijk nog geen fight aan Adventurer's Guild, maar dan moet je ook iets van. Dan moet je eigenlijk iets van 10 slime zilver killen. Voordat je er echt in mag. Sebastian. Jou had ik nog niet ontdekt. Zo moet ik er nog steeds 2.
Je hebt eigenlijk een soort feest. Daar ga je ook nog wat. Daar ga je ze ook nog wat tegenkomen waarschijnlijk. En dat feest ga je er nog wel naartoe. Dat is een paaseieren zoeken of zo. De lift is ook pas bij level 5. Hoe ga je omlaag in de mine? Onder één van deze stenen. Er zit de route omlaag, want je ziet nergens de route dus. Maar we moeten het gewoon vinden. Het is een beetje puzzel met waar het kan zitten. Nou, ik zie nu al dat we waarschijnlijk ongeluk hebben. En dat we dus zo meteen gewoon de laatste doen. Dat dat hem is. Oh nee, niet. Later duurt soms even iets langer. Nou, ah ja. Kopper direct. Kom maar hier ook wel direct slimes tegen, dat vraag ik me af. Jesus. Topaz, we hebben een ring gevonden. En dan moeten we dus naar de volgende diepte. Ah, hier. Het liefst is dan diepte 5. Een geode. Die kan je bij de backstuff open laten maken en dan... Zit er iets in orde of zo? Kijk eens aan, hè, mijn vest. Oké, deze heeft een open doorgang. Maar altijd even door blijven kijken, want er kan altijd veel meer zitten. Kijk eens aan, bulkmeat. Dan kun je ook het nog verkopen. Je kan natuurlijk altijd kool uitvinden. Of andere dingen. Ik zit hier, er zit best wel veel verstopt in de mines. Kool heb ik nu net inderdaad weer. Trek er bijna niet meer vol, ga ik naar 5, 4 hier. Had. Journal updated. Keep in the mine. De elevator brengt je in één keer naar de bovenkant. This area is overrun with monsters. Okay, doei. Leave the mine. En dan kan je vanaf hier kan je gewoon terug naar 5. Minecarts, ik heb geen idee wat je daarmee kan.
In ieder geval, dat waren de eerste 5 levels met de mine. Even kijken. Denk ik maar eventjes haast naar degene die de materialen accepteert. Maar ik heb dus gewoon eventjes de amethyst gegeven. De quartz. Wat ik allemaal aan hem kan geven gewoon. Gelukkig zie je dat het nog een tussenroute. Er zijn ook heel veel mensen die deze tussenroute vergeten. Dat is een beetje jammer voor die tussenroute. Ah shit, ik ben ook gewoon net te laat. Nou ja. Ik denk dat ik maar de dingen ga gooien wat ik kwijt kan. Ga maar verkoop dingen. En dan zie ik wel wat er echt verkocht gaat worden. Dit is ook niks. Koppelorgen werkt nog ook niet. En dat kijk je dan maar in. Ik kan mijn grootste weer echt slapen. Yes. Cherry bomb. Oké, mooi zo. Nou, ik heb toch wat uit de mijn gehaald. Seven more spring, day one. Ah, ik heb er geld. Hallo, Clint. Hi there, good morning. I noticed that you've been breaking some rocks open and finding ore. That's good. If you want to get the most out of the ores you find, you need a furnace. Just set up and set the next set of blueprints lying around there. Here, I want you to have them. Blueprint! Learn how to craft the furnace. Furnace allows you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting a construction update and tool upgrades. When you smelt a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. It can make your work a lot easier. Well, okay, I'm going home. Take it easy. Dankjewel, Clint. Still mine. Okay. Wij hebben dus de quest om 10 slimes af te maken. Dit doen we gewoon. Maar eerst, aangezien de farm weer een beetje rip. Het is niet meer aan het regenen, dus ik ga het zelf mogen doen. Helaas. Nee, ik vind het leuk om dit soort dingen ook zelf te doen. Het is een beetje change of pace. Als het 2 dagen heeft geregend, om het weer even zelf te doen. Wij gaan terug naar de mine. Want ik wil die 10 slimes hebben. En ook heel wat meer hoor.
Maar er is één ding wat we eerst ervan bepalen. Dat heb ik hier in de chest al gedaan, dus dat is wel leuk. Dit is natuurlijk allemaal op toneel aan het museum. Nou, als het museum deze nog niet heeft, dus. Oh, er zit een sterretje bij. Zie dus ik ook nog afzoeken voor meer. Ah, rip. Mag gewoon weg. Het museum gaat toch om 8 uur open, dus ik zou in principe op tijd zijn. Te vroeg misschien zelfs. Ah, dat is 8 uur. Holy shit. Oké, niemand heeft erbij het afval gegooid. Alle mineralen. Donate. Ik krijg niet eens speciale shit van jou. Omdat ik het heb gedaan. Wat verr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 
Ik heb toch nog wat dingen die ik moet doen, dus. Ik kan zeker niet vanaf hier helemaal omhoog, hè? Ofwel, maar ik kom wel ergens uit dat ik helemaal niet hoef te zijn. Te hoog, in principe. Als ik spullen kan oppakken, doe ik dat gewoon. Dat is wel simpel. Hey, het is hij. Nou, wel jammer dat mensen stenen naar de stand aan het gooien zijn. Volgende keer zal ik helpen met ze binnen. Nee, ik ga echt geen stenen bij hem naar binnen gooien. Nee, ik ga gewoon minen en ik ga gewoon verkopen wat ik tegenkom. Zo simpel is het. Ik begin hiervoor wel direct weer. Op begin. Waarom dat je ook hier natuurlijk spullen kan tegenkomen. Wat leuk is, nu heb ik wel dus al amethyst gehaald een keer. Dus de rest dat ik vind, kan ik nu wel gewoon gaan verkopen. Waar de opening zit, staan ze al iedere keer anders. Slime of niet? Voor mij niet. Maar toch wel. Dat is een slime. Vorige keertje bijvoorbeeld ik nog een route omlaag en die zit er nu niet. Hey, dus die vaant heeft het gedropt. Deze beesten zijn zo irritant. Ze doen zich basically voor als stenen.
Oké, dat ziet ik gewoon een slime. Mooi zo. Als ze zich op die manier verbergt, doe ik gewoon 0 damage. Een blauwe slime. Eerst heb ik deze hoogte bereikt. Tijdens deze serie tenminste. Ondertussen, nee, 6 heb ik gehaald de vorige keer. Wat haal je uit dat beest? Best wel wat eigenlijk. Best wel schoon die beesten klem te zetten wanneer je kan. Zoals deze in principe. Zodra je trouwens dit gebied uitgaat, dan daar is ook geen half dingen meer. Half is echt alleen hier van toepassing. Letterlijk nog één groene slime en dan kan ik erin. Wat is het hier? Nou, slime zorgt er trouwens ook wel eens voor dat je gewoon totaal niet kan bewegen. Journal updated. Initiation entry Adventurers Guild. Hoe heb je om de 5 levels een nieuwe diepte? Dus om de 5 dieptes een nieuwe route met de lift. Oké, die slime is nogal vervelend. Ik moet een manier vinden om laag te gaan. Oké, deze zijn nog sterker dan de standaard. Denk ik, ben ze nooit weer tegengekomen. Ja, dus. Drew? Drew, wake up. I found you unconscious in the mines. I think I blew my
Milk are dragging you all the way up here. Get out of my car for next time, okay? Je bent dus basically, okay, die heeft ik niet meer gebruiken. Was I hope I had pretty hard. I forgot everything about the last 11 levels of the mine. 6 items from a backpack. Oké. Okay. Ik heb geen idee wat ik precies heb verloren, maar dat maakt niet uit. De helft maakt er met echt niks meer uit. Ik ben nu buiten. Kill, wake up, we have a visitor. Chill, kom ik. Shall we get? Oké. Dank je. Nu zwaard zo handig. En de eerste wat ik ga kopen als ik zo meteen genoeg geld heb is, zijn die sneakers. Dat die toch 1 verdediging geven. Dan heb ik liever dat ik ze heb. Maar goed, ik denk dat ik tegen het einde van deze aflevering aan het aanduwen ben. Ik heb geen idee, want ik heb... De afleveringen lopen zo raar van deze. Qua opnames, dat ik gewoon totaal niet weet. Wat en hoe. Ik denk dat ik vanavond gewoon voor bonzenloepen kwijtgeraakt. En bijvoorbeeld kool dat ik heb gevonden. Nou ja, my best. Maar. Is te weinig. Ik kan nog een beetje geld uit halen. Hallo, daffodils. Ik heb ze wel. Ik ga nog genoeg koppen halen. Yes, sleep for the night. In ieder geval, dit was het nog weer voor deze keer. Het is een laatste shizzle wizzle in de beschrijving. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En gewoon tot de volgende keer.